Ik ben benieuwd of jullie advies hebben voor piekeren. Ik merk dat ik vooral in de avond als ik in bed lig, eindeloos blijf malen. Alsof ik mijn gedachten niet kan uitzetten. De speaker is eigenlijk je hebt een bepaalde gedachte in je hoofd. En hè, we hebben allemaal een stuk of 70.000 gedachten in ons hoofd. Per dag. 70.000. Heel veel. Geetje. Ja, dat controlemechanisme dat kan dus zijn om je voor te bereiden op iets, hè, op een scenario, en je daar zogenaamd dan goed op voor te bereiden. Maar piekeren kan dus ook eigenlijk zijn een controlemechanisme om maar niet te hoeven voelen. Welkom bij de Mentale Spreekkamer. Dit is de podcast waarin we jou meenemen achter de spreekkamerdeur en waardevolle tips en informatie delen. Vandaag heb ik naast me zitten Aisha, neurowetenschapper en neuropsycholoog. En ik ben Chris, huisarts in SP. We hebben een lezersvraag en die luidt als volgt. Ik ben benieuwd of jullie advies hebben voor piekeren. Ik merk dat ik vooral in de avond, als ik in bed lig, eindeloos blijf malen. Alsof ik mijn gedachten niet kan uitzetten. Hoor je dit vaker? Zeker. Pieker jij wel eens? Ik pieker eigenlijk bijna nooit. En als ik pieker, dan ga ik over mijn grens heen. Dat is een van mijn uh, als je het stoplichtmodel erbij pakt, als ik begin te piekeren, dan zit ik echt in mijn rood. Ik krimme dat bijvoorbeeld toen mijn eerste baan uh, op de spoedeisende hulp. Dat ik op een duur begon te piekeren in de avond. En de druk was ontzettend hoog. En dat was toen tijdens die COVID-tijd. Toen moest je extra gaan werken en je werkt al nachten. En dan moest ik een keertje ook na een nachtdienst een dagdienst doen. Oh. Zoiets. Dus dan werkte ik 16 uur en 24 uur. En ja, dat, dat, dat sloeg eigenlijk nergens op. Raad ik ook niemand aan. En toen merkte ik wel langzamerhand van: hé, hey, ik begin te piekeren in de avond. En toen dacht ik van: oké, okay, nu zit ik in mijn rood. Nu moet ik terugschakelen. Dus dat zijn de enige momenten waarop ik pieker. Als ik veel te ja. veel hooi op mijn vork neem. En vooral tijdens werk. Jij? Ik herken dat wel heel erg. Dat inderdaad, ook als je. Um te lang over je grenzen heen gaat. Maar ik herken het ook dat als er wat ingrijpende levensgebeurtenissen zijn... dat ik dan in de verwerking daarvan dat ik dan ook meer pieker. Okay. Maar mijn dagelijkse leven piek ik eigenlijk... Uh, nou, ik vind best wel weinig. Uh, dat je echt aan het, aan het herkouwen en herkouwen bent... en dat je die gedachten echt niet kwijtraakt. Maar als er iets ingrijpends is gebeurd... dan kan ik wel in, direct daarna wat meer piekeren. Of inderdaad als je langdurig over je grenzen heen gaat. Dan kan dat ook een teken zijn van... Hey, het gaat niet goed en dat je dan gaat piekeren. Ja, want als je pieken, dan pieker je voornamelijk over toekomstige situaties. Van hé, hey, wat nou als dit, wat nou als dat. Of over het verleden. Van hé, hey, dit is gebeurd, dat is gebeurd, zus en zo. Maar je zit niet echt in het nu. Nee, klopt. En ik merk ook nu ik dagelijks mediteer, dat ik wel merk van hey, dat ik wat beter in het nu kan leven. Dus stel dat er iets gebeurt, iets, iets vervelends of stressvol. Dan, dan, door dat mediteren, train je toch wel van hé. Hey, in het nu blijven. Je bent weer aan het afdwalen naar de toekomst of verleden. Ja. Dus, dus dat is denk ik wel heel fijn. En dat zou misschien ook vast ongetwijfeld bij piekeren goed kunnen helpen. Eén van de tips en adviezen. Oh kijk, nou goed. Dan lopen we op de feiten vooruit. Dus dat, nou. uh, dat scheelt. Maar dat is hoe ik er uh, mee omga. En jij piekert dus ook, uh, maar dan heel soms. Ja, niet regelmatig. Nee, het gaat uh, soms in fases inderdaad. Dat je even een, een periode hebt dat je één of twee weken veel piekert. En dan weer maanden niet. Ja, en is het niet gewoon hartstikke normaal om te piekeren? Um, ja, in die zin, het is wel normaal. Maar het is niet optimaal. Nee, precies. Het is niet handig. <laughs> nee, dus in die zin, um, uh, piekeren is ook. Ja, je, het hangt ook een beetje af van je karakter en van hoe je, uh, hoe je bent. En ook een beetje de omstandigheden in je leven. Maar in die zin, piekeren is wel een normaal fenomeen. In de zin van dat heel veel mensen herkennen wel dat ze wel eens piekeren. Ja. Wij herkennen ook allebei dat we periodes hebben waarin we piekeren. Dus het fenomeen piekeren is in die zin best wel normaal. Maar het kost natuurlijk wel veel energie. En ja, misschien dat we daar verder ook op ingaan, maar het levert over het algemeen weinig op. Precies, precies. Dus, dus in die zin, het is niet iets wat we willen stimuleren. Het is niet dat als je veel aan het piekeren bent, dat je denkt van hé, hey, nou um, laten we dat gaan stimuleren. Ja, en, en en er zijn dus inderdaad ook heel veel mensen die dagelijks piekeren. Ja. En dan begint het toch op een duurzame tol te eisen, neem ik aan. Ja. Maar daar komen we zo meteen wel op. Laten we beginnen bij de basis. Wat is eigenlijk piekeren? Want we zijn al helemaal begonnen met wat, hoe, zeg maar hoe vaak wij dat hebben, bijvoorbeeld. Maar wanneer pieken je? Ja, in, in die zin vraag ik me ook af of het een beetje een ouderwets woord is. Ik weet nog wel eens bij jongvolwassenen, als je dan het dan hebt over piekeren, dan is ze echt: een piekeren, mevrouw, wat bedoelt u? Ja, eerst ook een beetje een taboe opmerk ik. Van hé, ik ja. pieker, dan hebben mensen toch een idee van... hé, wat doe, je nou, uh, ja, wat, ja. wat doe je nou moeilijk? Ontspan je een beetje? Doe even rustig aan of zo. Ja, ja. en in het Engels vertaalt zich dat vaak naar worry. En dat, worry, oké. Okay. Ja, dus je hebt anxiety, dus echt meer de angst en de spanning. En je hebt worry, wat wat meer het uh, piekeren is. Je zorgen maken is dat eigenlijk, ja, toch? Ja, je zorgen Maar dan maken. in, 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 in beeldige werkwoord. woorden. Ja. Okay, ja, of zorgen maken is natuurlijk ook een werkwoord. Ja, Nee, heb je meer van worry is, 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 is natuurlijk, dat hoeft niet altijd piekeren te zijn, denk ik. Dat is meer je zorgen maken, de algehele staat. Maar piekeren is dan zeg maar de verbale vorm van worry, van je zorgen ja. maken toch? Ja, misschien moeten we het woordenboek even bijpakken, wat dan de exacte vertaling is. Of rumination, dat was hem. Ah, ruminating. Oké, okay. nou we leren ook een heleboel Engels blijkbaar in deze podcast. Oké, okay. en, en wat, wat houdt het in? Wanneer pieker je? Nou, het piekeren is eigenlijk um, hoe je het het beste kan zien, is als een soort van eindeloze stroom van gedachten. Um, die maar eigenlijk niet lijkt te stoppen. Dus je zou het kunnen vergelijken als je wat meer in de beeldspraak zou ik maar zeggen blijft dan uh, kan je het voorstellen als een soort van wasmachine waarin die gedachtenstroom zit en die blijft maar rondjes draaien. Of um, ook wel eens het voorbeeld dat ik gebruik is als een, als een koe. Een koe heeft natuurlijk zeven magen en die als hij wat gras eet dan blijft hij eigenlijk maar herkouwen op datzelfde stukje gras. Mm. Um, dus dat is eigenlijk ook een beetje het idee van piekeren. De speaker is eigenlijk, je hebt een bepaalde gedachte in je hoofd. En hè, we hebben allemaal een stuk of 70.000 gedachten in ons hoofd. Per dag. 70.000. Heel veel. Kijk je. Ja, ja. En, en sommige mensen hebben dan een nog wat drukker hoofd dan andere mensen. Um, maar het pieker is dus echt dat als je een, een, een bepaald thema hebt. of een bepaalde typerende gedachte. of typerende gedachten, nog wat meer. Um, dat die dus eigenlijk telkens maar weer terugkomt. Je komt er eigenlijk niet vanaf. Ja. Alsof je een, uh, ja, een extra ballast met je meeneemt. Alsof je, weet ik veel, je een, een, een tas meeneemt uh, en dan vervolgens die tas nooit meer kan neerzetten. Ja, het is ook best wel van bijzonder dat, dat je inderdaad, het is een automatisch proces. Het, 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 het neemt gewoon op een uur de controle over. Het is niet dat je kan zeggen van oké, okay, nou dat is die wasmachine. We zetten hem gewoon even uit of de stekker eruit. En ja. we zijn klaar. Dus het, het is een soort van uit de hand gelopen controleproces van je brein. Ja, dus precies inderdaad. En dat is denk ik ook wel uh, precies wat deze luisteraar dus ook zoekt. Van hé, hey, uh, ik, ik merk wel dat die wasmachine net het af blijft gaan, maar waar zit de uitknop? Hebben jullie tips of tricks van waar zit de uitknop? Of moet ik die hele wasmachine. En als de wasmachine je brein is, je kan natuurlijk niet je hele wasmachine bij het grofvel zitten. Nee. Ja, je brein niet. Dat is ook lastig inderdaad. En, 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 en als we dan toch in wasmachine termen gaan bedenken, kunnen we dan ook de, de piekermachine wat vertragen? Uh, nou, mindfulness is daar wel een hele mooie oplossing voor. Dus inderdaad, dat in plaats van dat je in de wasmachine gaat zitten en je helemaal meelaat draaien door al die gedachten waar je maar niet van afkomt, dat je dan eh, nou ja, in beeldvormige termen dan uit de wasmachine stapt en dat je er dan naar kijkt hoe die rondjes aan het maken is. Dat maakt dan heel erg verschil. Dat je wat afstand creëert van in die piekerstroom waarin je zit. Yeah. versus dat je voor de wasmachine gaat staan en kijkt naar hoe die was draait. Ja, dat is best wel mooi inderdaad. Bij meditatie heb je ook een visualisatieoefening, waarbij je dus je moet voorstellen dat je zeg maar, aan de kant van een rivier zit en dat je dan blaadjes ziet drijven over het water, ja. langzamerhand. En elke gedachte die in je hoofd opkomt, die leg je op zo'n blaadje en die vervolg je dan en laat je dan wegdrijven. Ja, ik doe die ook best wel vaak bij cliënten. En ja. het uh, ironische in die zin is dat ik dus niet zo visueel ingesteld ben. Dus voor mij is het een hele ingewikkelde visualisatieoefening. Waarbij uh, nou, het eigenlijk me vaak niet zo goed lukt. En dan uh, leg ik hem uit aan cliënten. En die denken dan: van ja, ja, mevrouw, die werkt echt heel goed. Ja. <laughs> en dan denk ik altijd: van, oh, ik ben zo blij dat andere mensen dan. Uh, uh, in die zin, je hebt gewoon mensen die wat verwaler ingesteld zijn, zoals ik. En mensen die visueler zijn ingesteld. En dat is echt zo'n hele mooie oefening. Ook voor mensen die wat visueler zijn ingesteld. Omdat het daarmee. Creëer je echt die afstand. Ja, want dat, dat, dat is inderdaad ook wel iets moois wat je brengt. Fantasia volgens mij heet dat toch? Dat je niet zo goed dingen kunt verbeelden of kunt zien ja. in je hoofd. En, en, en jij bent echt supergoed met... Dus als jij een boek leest, dan weet je alles. Mm -hmm. En ik moet het boek zeg maar zien en dan weet ik alles. Dus ja. ik ben supervisueel. Dus als ik nu bijvoorbeeld uh, een rivier moet voorstellen met kiezelsteentjes in Suriname. met twee aapjes aan de zijkant en een toekan in de lucht. dan zie ik dat nu al. Ik zie dat helemaal verschijnen. Ja. En, en bij jou is het meer van als jij een proces hebt. of een, uh, ja, noem maar wat, een fysiologische proces in je brein. en je leest dat, dat dat dan in jouw hoofd meer met woorden zit. En dat merk ik ook aan je. Dat je heel erg, je weet heel erg verbaal dingen heel mooi uit te leggen. Maar dat. Uh, Mijn hoofd die... is best wel leeg af en toe. Dat zou je niet voorstellen, maar. Uh... Qua, qua beelden en dergelijke is het ook best wel. Uh, ja, maar qua echt. woorden en kennis, dat, dat, dat bloeit. Dus dat is wel dat is een hele bijzonder. Dus jij bent echt heel ja. verbaal en ik ben heel visueel ingesteld. En, en, en ik kan me ook voorstellen dat sommige mensen die hier nu naar luisteren denken: van ja, ik ben eigenlijk ook niet zo visueel ingesteld. Wat voor, um, wat voor uh, weerstand of wat voor moeilijkheden kan je dan ervaren bijvoorbeeld bij therapie? Want bepaalde therapievormen zijn ook heel visueel ingesteld. Uh, verbaal juist. Maar ook visueel, EMDR? Oh, zo. Ja, ja, ja. Uh, nee, dus dat is een hele goede. Ik denk over het algemeen dat therapie best wel verbaal is. Want we gebruiken onze communicatie eigenlijk als het midden- het kan van: hé, hey, wat zijn je problemen en hoe zit dat? Um, dus ik denk in de reguliere, in de, in de gemiddelde behandeling, dat het visueel heel erg ondergeschikt is. Dus je bent heel veel aan het praten over problemen. Maar veel minder dat je problemen aan het uittekenen bent of verbanden aan het leggen bent. Um, maar zoals wat je zegt bij MDR, dat is natuurlijk een stuk visueler ingesteld. Um, maar in die zin wordt MDR over het algemeen vaak ingezet bij posttraumatische stressstoornis. En wat je dan dus ziet, is dat dat onderbewustzijn die drukt eigenlijk die traumatische gebeurtenissen de hele tijd naar je bewustzijn toe. Dus wat je ook ziet, um, überhaupt als je traumatische gebeurtenissen meemaakt, dat het geheugenspoor daarvan zoveel, zoveel sterker is. Want zelfs voor iemand die niet visueel is ingesteld... dat ze waarschijnlijk die traumatische herinnering... wel een stuk beter voor de geest kunnen halen dan hè, wat je gisteren hebt gegeten. Ah ja. Juist omdat dat breinspoor een stuk dikker is. Ja, precies. Dus ook bij mij, het is niet dat ik totaal niks kan zien qua visus. Uh, maar het kost mij heel veel tijd en energie. Dus het is, het, het, het is een energievretend proces om alles helemaal goed visueel voor te stellen. En als ik dingen visueel voorstel, zoals de Surinamerivier... Ja, dan moet ik me of focussen op de rivier, of op een aapje, of op een toekan. Maar omdat alle drie tot een plaatje te vormen, ja, dan ben je me kwijt. Ja, dat is toch best wel interessant, inderdaad. En daarom, dat is denk ik ook echt het verschil tussen ons. Kijk, dat jij cum laude afstudeert in Cambridge met twee negens, dat, dat, dat kan ik niet. Maar in de praktijk ben ik wel heel sterk. Omdat als ik één keer. Een, een, een wond moet hechten of een ingroeide tenena moet weghalen, dan weet ik het de tweede keer weer. Ja. Om het door, door het puur te zien, maar als ik het lees, dan denk ik ook van ja, laat mij het gewoon doen. Ja. En laat mij een video kijken. Daarom kijk ik eerder op, op naar een video dan in een boek. En jij bent andersom. Ja, als ja. ik aan jou vraag van hey, wat is, uh, ja, uh, wat is de functie van een hypothalamus... En ik begin doorvragen, doorvragen. En dan denk je van, oh ja, nee, dat lees ik hier en hier. En dan begin je gelijk al te lezen. Terwijl ik denk van, nou, kijk wel even op YouTube of zo. Ja, nee, maar jij bent daar veel beter in. En ook waar ervaringen en systemen en hoe je dat voor je ziet. En ook uh, je visie en je creatieve proces. Dus daarin uh, ben, je echt, ben jij juist weer onwijs sterk. Ja, best bijzonder inderdaad. Maar inderdaad, dus, dus en daarom, daarom dacht ik ook, EMDR is best visueel. Maar heel veel therapievormen zijn natuurlijk ook verbaal. Dus. Uh, als je luistert en denkt van ik ben helemaal niet zo visueel ingesteld, zijn er altijd nog andere therapievormen die wel ja. goed aanslaan voor je. En waarom piekeren we als mensen zijnde? Ja, waarom we piekeren? Nou piekeren, um, van de ene kant piekeren, dat komt dus regelmatig voor. Het is dus ook best wel normaal. Hè? Je hebt ook sommige mensen die misschien ook wel herkennen dat je een stuk meer in je hoofd zit. Dat het wat uh, hoofdige mensen zijn. Nou, ik heb eens dus die term voorbij horen komen. Um, gewoon mensen die een stuk meer in hun hoofd zitten en veel meer gewoon uh, nadenken en over dingen nadenken. Um, maar uh, piekeren komt ook veel voor bij verschillende ja, mentale stoornissen of aandoeningen, zou je dan kunnen zeggen. Dus piekeren kan dus ook een, een symptoom zijn in die zin wat bij verschillende andere oorzaken kan horen. Dus dan kan je bijvoorbeeld denken aan een depressie. Dus op het moment dat je somber of depressief bent. Dan kan piekeren ook een groot onderdeel zijn van de somberheid en de depressie. Alleen dat de thema's dan waarover je piekert, die kunnen dan gaan over bijvoorbeeld dingen uit het verleden of de uitzichtloosheid. Dus het idee van hé, hey, niks werkt voor mij of het is hopeloos of ik. Sorry dat ik je stoor. Uit onze statistieken blijkt namelijk dat 80% van al onze luisteraars nog niet geabonneerd is. Terwijl dit gratis is en ons enorm helpt. Dus mocht je deze podcast interessant vinden en willen ondersteunen, pauzeer dan deze podcast abonneer je op ons kanaal en laat een duimpje of sterren achter. Dit motiveert ons om door te gaan... en zorgt ervoor dat we elke week op zondag om 12 uur... een nieuwe aflevering kunnen opnemen. We gaan weer verder met de podcast. Ja, ik, ik, mensen zijn beter af zonder mij. Dat kunnen ook thema's zijn die veel voorkomen bij een depressie. Um, maar wat dan ook een beetje een pieker uiting krijgt. Dus dat die thema's eigenlijk blij, stelkens blijven halen van... Oh, het komt niet goed met me of um, niks lukt. Ik doe alles fout. Dat kan er dus ook een piekerlading krijgen als dat telkens maar weer blijft herhalen. Ja, en die moedeloosheid, dat zijn ook normale gedachten bij een depressie. Absoluut, ja. absoluut. En als je die dan in die wasmachine stopt, dan uh, krijgt het ook uh, pootjes en armpjes. En dan, uh, gaat het dus, uh, dan krijg je dus allerlei verschillende variaties ja. in, de pieker, in de piekerreeks. Precies, precies. Dus dat raakt ook heel erg. Maar terwijl... Op het moment dat je piekeren ziet, meer in het kader van angst. Of ja, vooral bij de gegeneraliseerde angststoornis, is dat dan heel technisch gezien. Uh, maar dan kan je ook gaan hebben dat je gaat piekeren over het piekeren. En dat eigenlijk de normale dagelijkse bezigheden. Dat um, bij alles waar je over nadenkt, dan moet je daar weer over nadenken en dan nadenken over het nadenken. Um, en dat het dus ook in de angstvorm, dat het gaat merken dat het je heel erg belemmert om je dagelijkse dingen te doen omdat je eigenlijk de hele tijd bang bent voor een soort van worst case scenario. En dat het piekeren dan ook weer een manier is om daarmee om te gaan. Ja. En dan heb je ook nog slaap, waarin piekeren ook heel vaak voorkomt. En bij slaap kan je dat dan eigenlijk ook vooral zien. Um, vooral bij uh, ook wat de luisteraar bijvoorbeeld zegt. Um, wat je vaak ziet in het kader van mensen die slecht slapen. Dat ze dus overdag de hele dag bezig zijn. En heel druk zijn. En bijvoorbeeld hè, een drukke baan stel ik me dan voor. En kinderen. En. Er moet van alles gebeuren, misschien ook nog stress op het werk, en dan ben je de hele dag bezig en bezig en bezig. En misschien loop je ook wel een beetje achter de feiten aan, gevoelsmatig bij sommige dingen. En dat je dan op het moment dat je dan naar bed gaat, dan heb je eigenlijk je eerste rust en ontspanningsmoment. En dat je denkt: Nou, nu moet ik die knop omzetten. Nu moet ik gaan slapen, want daar voel ik me beter door. En dat dan het gepieker gaat komen van eigenlijk alle onverwerkte dingen gedurende de dag. Ja, precies. Dus inderdaad dat dat een voorbeeld van dat je een strandbal onder water houdt eigenlijk gedurende de hele dag. En je blijft maar drukken en, en je bent bezig met werk. Je bent bezig met sociale contacten. Als je een momentje van rust hebt, gelijk je telefoon erbij pakken. Even snel appen, nieuwe prikkels. En als ja. dat er ook niet is, snel even op YouTube, Instagram of TikTok even rondscrollen. En als je dan in bed moet liggen en geen afleiding mag hebben, want gelukkig zijn we dusdanig geprogrammeerd dat we. Of ja, de meeste mensen inderdaad wel snappen dat als je wil gaan slapen, je niet je telefoon voor je neus moet hebben. Ja. Dan komt een langzame hand of keihard, dat kan natuurlijk ook lichter aan hoe diep je die strandbal onder water duwt. Dan vliegt die strandbal pats omhoog en dan uh, is de wasmachine op volle toer aan de rij. Absoluut. Wat, wat een metaforenfestijn hebben we gecreëerd. Nou. Ja. Verbale en visuele, dus voor elke luisteraar wat wils. Precies. Um, ja, dus in die zin dus ook echt in je slaap, hoe je dat ook het beste kan zien, is dat je s'nachts eigenlijk alles van overdag verwerkt. Dus op het moment dat je de gebeurtenissen van overdag niet verwerkt, dan komen ze er s'nachts uit. En dat komt dus vaak of in de vorm van uh, moeilijk in slaap kunnen komen, omdat die ho dat, dat hoofd eigenlijk maar niet stopt met uh, draaien. Of dat het inderdaad is dat je dus midden in de nacht een keertje lichtjes wakker wordt. En dat je dan dus gelijk weer aanstaat van: oh, dit moet nog gebeuren en dat moet nog gebeuren. En ja, zowel voor toekomst als verleden dan weer. Ja. Oh, ik heb dit gezegd of ik die ruzie of dat ligt me niet lekker. Aan de andere kant van, oh, dit moet er allemaal gebeuren. Wat als, wat als. Ja, want ook in slaap bijvoorbeeld, het is normaal om één, twee, soms drie keer even licht wakker te worden. Maar heel vaak vergeten we dat of hebben we dat niet door dat we eventjes licht wakker waren. Maar als je hoofd dus vol zit, zoals bij inderdaad bij piekeren, dan zijn dat net de momenten. Is de slaap net ondiep genoeg, om het even zo te noemen, ja. om dan toch wakker te worden. In die wasmachine aan te zetten. En dan ben je weer wakker. Dus heel veel doorslaapproblemen hebben een grote focus of een grote oorzaak bij het piekeren ook. Ja, ja, ja. En vandaar dat je die wasmachine eventjes op standje 1... of standje 0 moet zetten voordat je in slaap valt... voordat je ook echt gaat slapen. Ja, precies. Dus daar merk je ook bij de slechte slapers... van alle slechte slapers die ik heb behandeld... dat het grofweg dan een beetje in twee categorieën op te delen is. Dus je hebt de mensen die niet in slaap kunnen vallen. Want het kan dan zijn er bijvoorbeeld of door piekeren... Of bijvoorbeeld ook vaak dat mensen gewoon nog niet moe zijn of dat het ritme heel erg overhoop ligt. Um, en nog een aantal andere oorzaken hoor, daar niet van. Um, en dan heb je ook de groep die doorslaapproblemen hebben. En vaak toch in die doorslaapproblemen, dan is het ook van dat er gewoon zo'n basisspanning zit of basisgepieker zit. Dat op het moment inderdaad. Um, je valt eerst wel in slaap omdat je s'avonds gewoon moe bent. En als je ergens in de nacht wakker wordt en als je niet meer die extreme vermoeidheid hebt, zoals om tien, elf uur s'avonds, maar om drie uur s'nachts. Dat ze dan gewoon gelijk weer aanstaan. En ja. dan gaat het hoofd weer aan. Bizar hè? En ja, op dat moment, ja, dan, uh, dan ga je waarschijnlijk ook op TikTok. En dan uh, ga je kijken van wat moet je doen op dat moment. En dat is een best wel bijzondere uh, analyse, wat we ook vaak zien: onze slaapvideo's, bijvoorbeeld op TikTok. Die worden met name s'nachts bekeken. Ja, die van een tijd geleden, die had 100.000 views in één nacht. In één nacht, eh, wij gingen slapen. En dat is misschien, ik kijk altijd rond 7, 8 uur eventjes naar de statistieken. En dan kijk van oké, okay, hoe gaat dat allemaal, et cetera, et cetera. En die video die had 10.000 views of zo binnen een paar uur. Dus ik dacht, oh oké. Okay. Dat uh, wordt blijkbaar gewaardeerd. En de volgende ochtend werd hij wakker en toen had hij 80.000 views. Dus dat betekent dus dat 70.000 mensen tussen, en toen keek ik naar de statieken, voornamelijk dus tussen 10 en 8 uur s ochtends, dus op TikTok zaten te kijken. En dat ja. algoritme bood het ook echt op een Diemblad aan van, hé, hey, jij slaapt nu niet op dit tijdstip. Nou, dan wil je vast wel een slaapvideo van ja. Chris en Eisha zien. Dus best wel komisch en tegelijkertijd ook wel jammer. Want slaapproblemen, ja, je moet dan absoluut niet je telefoon pakken in de nacht. Maar goed, dat is, dat, dat, dat is ja. misschien voor een andere podcast over slaap. Maar dus inderdaad, we hebben het dus. Uh, dus waarom piekeren we? Dat is dus om een soort van controle te vinden. En dat kan ja. in een toekomstscenario of verleden scenario zijn. Dus bang zijn ja. voor toekomstige dingen of voor dingen die zijn gebeurd. Ja, precies. Dus dat is denk ik. Dat, dat, ik merk wel zelf dat dat vaak een grote misvatting is. Want in die zin, als je kijkt van hé, hey, is piekeren, is dat uh, gedrag? Zijn dat gedachten, is het of is, zijn het gevoelens? Um, of een gebeurtenis eventueel, dat je daardoor per se automatisch piekert. De meeste mensen zouden denk ik denken van... Hey, piekeren dat heeft te maken met je gedachten. Omdat het dus die gedachten zijn die bezig zijn. Maar uiteindelijk is piekeren dus ook voor een groot gedeelte is het gedrag. Want het is iets wat je zelf hebt aangeleerd om ergens mee om te gaan. En dat kan dan op een bewust niveau zijn, maar ook op een onbewust niveau. Dus wat je vaak merkt, hè, en dat, uh, dat herken ik ook zelf persoonlijk dus op het moment dat je dan een uh, levensgebeurtenis hebt... of iets wat dan uh, niet zo lekker loopt... dat je dan dus eigenlijk... Uh, het piekeren dient er dan eigenlijk voor... Om als controlemechanisme. Dus wat vaak mensen merken... is dat als ze over dingen nadenken... dat ze bewust of onbewust denken van... hé, hey, dat gaat iets opleveren... of dat gaat iets voor me doen. Dus in plaats van... Hé, stel je voor, jouw uh, auto gaat nu kapot... Uh, in plaats van dat je denkt, van oké, okay, mijn auto gaat kapot. Ik ga even een overzichtje maken van de mogelijke oplossing. Of ik ga er zelf naar kijken. Of ik ga YouTube-video's kijken. Of ik ga naar de autodealer om te kijken of zij hem kunnen repareren. En zo, ja, hoe ga ik mijn auto daar krijgen? Hè? Dan ben je bezig met problemen oplossen. Mm -hmm. Maar bij het piekeren, dan zou je eerder denken... Dan heb je eerder zo'n mechanisme van, oh nee, mijn auto gaat kapot. Oh nee, ik, nu moet ik naar, kan ik niet op tijd naar werk komen. En oh, wat vervelend. En um, ja, dat gaat helemaal niet goed komen. En um, dan, dan ben je eigenlijk al zo erg na aan het denken over dat die auto kapot is. In plaats van dat je bezig bent met de praktische oplossingen. Bijzonder. En dat is dus wat ze de speaker noemt. En dat is dus een soort van gedrag. Um, en het controlemechanisme. Dat kan er dus zijn dat je soms dus ook denkt van. En dat is misschien de auto kopen niet het beste voorbeeld. Of de auto die stuk is. Maar vaak hebben mensen het idee bij piekeren dat het iets oplevert. Dus dat je een soort van. Um, dat het je gaat helpen. Dus stel je voor, jij uh, hebt over een week een gesprek met je manager. en Het is een beetje een beladen gesprek, of het is een functioneringsgesprek. Of er is misschien iets op werk geweest wat je niet goed hebt gedaan, en daarover moet je in gesprek gaan. Dan zou, zo uh, zou piekeren, dus ook zijn dat je dan in je hoofd misschien alle scenario's gaat uitdenken: van oh ja, als die manager dit zegt, dan ga ik dit zeggen. Oh ja, en als hij het heeft over dit, dan ga ik het daarover hebben. Of oh, en als hij hierover begint, ja, dan ga ik echt mijn grens aangeven. En dan ga ik voor mezelf opkomen. En zo kan je dus eigenlijk, uh, nou ja, tot het moment dat die, dat gesprek met die manager is over een week. kan je eigenlijk een week lang zoet houden met alle scenario's. van wat hij zou zeggen en wat jij dan zou zeggen. En dat is dan zo'n typisch voorbeeld van piekeren. Piekeren geeft dan een vals gevoel van controle. Ja. Van hé, hey, dat je eigenlijk dan heel goed voorbereid dat gesprek ingaat. en dat je niet. Uh, ja, bij wijze van spreken, à la nu dan ontslagen wordt. en dat je zonder geld thuis zit. wat dan je onderliggende angst kan zijn. Um, maar vaak, als je zo'n gesprek ingaat, die loopt zo anders. En ook al heb je tien of honderd scenario's in je hoofd. vaak nou, 5% van het piekeren is functioneel, of 10%. Maar 90% was gewoon een herhaling van eerdere scenario's. of totaal irrelevant. Ja, toch wel bijzonder hè dat ons brein inderdaad eigenlijk ons wil helpen met de controle te vinden over een situatie waar onzekerheid overheerst mm -hmm. en dat jouw voorbeeld klinkt perfect hetzelfde ik denk dat herken ik wel van sollicitaties dat je denkt nou wat nou als ze dit zeggen dan zeg ik dit als ze dit zeggen dan zeg ik dit en dan ben je ja. alle scenario's aan het uitpluizen en dan kom je bij het gesprek en denk je eigenlijk wel jezelf van oh nou ik moest gewoon mezelf zijn. Ik en. moest gewoon mezelf zijn en hoe moeilijk is dat nou? Dus het is een beetje een beschermingsmechanisme van ons brein, maar ons brein die wil ons dusdanig beschermen dat het een beetje uit de hand loopt en eigenlijk op dat moment ons de rust ontneemt of de energie, energie verspilt terwijl het eigenlijk niet nodig is. Ja, dus ja. ons bewustzijn zou het liefst inderdaad die wasmachine uit willen zetten, maar ons brein denkt, wacht eens even, het is een onzekere situatie, ik ga even alle scenario's voor jou zeg maar, in je hoofd zetten ja. en dan het liefst op het moment dat je mij tijd ervoor geeft en ja, dat is vaak voor het slapen gaan. Precies. Ja, bijzonder joh. En, um, en, en, en nog een beetje daarop voortbouwen. Dus dat, um, dat controlemechanisme, dat kan dus zijn om je voor te bereiden op iets, hè, op een scenario en je daar zogenaamd dan goed op voor te bereiden. Maar piekeren kan dus ook eigenlijk zijn een controlemechanisme om maar niet te hoeven voelen. Oh ja. Yeah. Of om maar, hè, bijvoorbeeld traumatische gebeurtenissen niet te hoeven verwerken. Of het niet alleen te zijn, gewoon wat nare gebeurtenissen. Zo oh, zie ja, diepe emoties kunnen natuurlijk ook, hè, van verdriet of van boosheid. Ja, precies. Dus dan is er ook het piekeren, dat, dat, dat merk je ook heel vaak ook bij cliënten, um, dat het piekeren, dat kan dan een soort van een veiligere manier zijn om je met een probleem bezig te houden. Maar stel je voor, um, ja, wat is, een, uh, wat is een goed voorbeeld, een, een emotionele situatie. Stel je voor, je hebt een familieruzie. Ja. Of stel je, voor, je hebt een, nee, het, stel je voor, je hebt ruzie met een vriendin van je. En die vriendin die heeft wat nare dingen tegen je gezegd. Zeven, um, je hebt een ruzie met een vriendin. Eigenlijk, je hebt ruzie en er zijn misschien nare dingen gezegd. Eigenlijk maakt je dat misschien onderliggend boos. Hè? Als je denkt van, hé, hey, die andere die was onredelijk tegen mij. Of dat kan je verdrietig maken van, hé, hey, ik voel me niet gezien, gehoord of niet begrepen door jou. Of ik heb me kwetsbaar opgesteld en jij reageert daar totaal niet op. Um, dus dat zijn dan eigenlijk onderliggende emoties die passend zouden kunnen zijn bij een vriendinnenruzie. Mm -hmm. Maar op het moment dat jij dus piekert... Nou ja, misschien vind je dat gewoon helemaal niet fijn om te voelen. Je wil niet boos zijn. Je wil ook niet verdrietig zijn. Want dat zijn gewoon ook nou ja, niet emoties die we graag verwelkomen in ons leven. Ook al hebben ze zeker een functie. Maar dat zijn niet emoties waarbij het voor, ons, voor de meeste mensen in ieder geval makkelijk is om dat te doorvoelen. Dus wat gaan we doen? We gaan piekeren. Dus ja. we gaan nadenken van... Oh ja, zij heeft uh, dat toen precies gezegd. En um, ja, wat bedoelde ze daarmee? En... Uh, ja, dat kan helemaal niet dat ze dat zegt. En nee, dat klopt eigenlijk helemaal niet wat ze zei. En ik had eigenlijk op dat moment dat moeten zeggen. Ja. Dus um, dan gaat ons hoofd het eigenlijk overnemen... om die hele situatie te analyseren en na te denken... van wat we van die vriendinnenruzie of van puur die woorden die zijn gezegd... wat we daar, uh, wat daar onze analyse over is. Terwijl onderliggend is het piekeren gewoon een afleidingsmanoeuvre... om maar niet te hoeven voelen, want je hebt ruzie... en misschien gaat de vriendschap wel kapot en maakt je dat verdrietig of eenzaam ja. of misschien is die vriendin wel over jouw grens heen gegaan en dat maakt je eigenlijk boos, maar dat mag je niet voelen of mag je dat wel voelen? Dus dat piekeren is dan vervolgens een afleidingsmanoeuvre om maar niet te hoeven voelen. Ja, bijzonder inderdaad. En ons lichaam probeert ons daarin ook te beschermen hè, van die diepe emoties. Hetzelfde als liefdesverdriet natuurlijk. Als je liefdesverdriet hebt, dan komen zulke intense emoties naar boven van verdriet dat je lichaam op een duur van alle, alle, allerlei klachten geeft. Allerlei mm -hmm. weefsel gaat knijpen. Je krijgt ineens misselijkheid, je krijgt pijn op je, een beetje be, benauwdheid, pijn op de borst. En dat zorgt er eigenlijk voor dat we zeg maar, niet meer naar die emotie denken, maar meer denken van oh, ik voel mijn lichaam, ik voel me niet lekker. Dus het, het haalt toch de focus van de verdriet af en het brengt het naar het lichaam toe. En wat jij dus ook heel mooi vertelt, is dat, dat piekeren ook een soort van afleidingsmanoeuvre is, maar dan niet lichamelijk, maar dan mentaal. Of ja. ja, dat je dan toch denkt van: hé, laat ik dan maar piekeren, want dan kom ik niet bij de emotie. En dat, zie, zie, zag ik dus altijd, dat zag ik dus heel vaak in de praktijk, dat mensen dan iets ondergaan, dat daar bepaalde diepe emoties bij getriggerd worden. Mm -hmm. En het lichaam denkt van: hé, die emoties. Nee, nee, dat wil ik niet. Dat is te pijnlijk, of te vervelend, of te verdrietig. Of, te, of je wordt daar zo boos van. Ik geef een klacht. Ja. Rugpijn, maagpijn. Uh, noem, noem maar op. Allerlei verschillende vage klachten. die ja. wij dan vervolgens labelen als stressgerelateerd. Ja, ik snap wel wat je bedoelt. En waar ik ook gelijk aan moet denken. ook zeker bij liefdesverdriet. heel veel mensen ervaren in ieder geval. dat je dan ook geen hap door je keel krijgt. Ja, dat, ja, dat... En dat je dan dus je eetlust eigenlijk verliest. of te gespannen bent om te eten. En dan denk ik ook bijna van. oh, misschien is dat ook wel een hele slimme afleidingsmanoeuvre. Want als je niet eet. heb je ook minder energie. En dat je dan dus inderdaad die, op zo'n manier... dus ook misschien wel die emoties ook zelfs kan verdoven. Ja. Ja, ja, er zijn verschillende theorieën voor. Maar inderdaad, als er een flinke spanning is in jouw lichaam... en je probeert zo'n emotie te vermijden... dan zou het dus kunnen zijn dat je keelpijp wat meer zich gaat samenknijpen... je maag wat meer gaat samenknijpen, waardoor je misselijkheid hebt. En dat hebben we eerder ook besproken. Hè? Dus, dus, dus spanning slash stress zorgt ervoor dat organen gaan knijpen. Ja. En dan krijg je dus dat globusgevoel waar je het over hebt... Uh, je hoort ook heel vaak. Oh, dus Ja, dus het idee dat je inderdaad niet, niet, niet lekker kunt doorslikken. of dat er iets in de keel zit. maar dat is gewoon weer zo wat een beetje samenknijpt. of dat je ineens darmklachten krijgt, dat je een beetje ja, een borrelende buik of dat ja. uh, je, 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 je ontlastingspatroon minder regelmatig is. Dus dat kan zich ontzettend breed manifesteren. Ja. Maar je kan altijd bedenken van als er iets heftigs gebeurt en je hebt een klacht van hé, hey, wat, wat zou daar knijpen? En dan kun je eigenlijk bijna altijd een verklaring voor vinden. Dus dat is zo interessant aan ons lichaam. Ons lichaam die probeert ons te beschermen van die diepe emotionele pijn. Om het even zo te noemen. En dat kan dus met piekeren, maar ook met andere lichamelijke klachten. Ja. En waar ik dan ook heel benieuwd naar ben, piekeren. Dat komt natuurlijk bij aardig wat beelden voor, waaronder de slaapproblemen, maar ook bijvoorbeeld bij somberheid of depressie. Ja, ja. Hoe, is daar een bepaalde verklaring voor? Um, nou, in die zin, um, ook wat ik eerder vertelde over de bij de gegeneraliseerde angst, dat controlemechanisme. Maar ook bij een de depressie komt het inderdaad ook veel voor. En dat is omdat. Um, ja, bij een depressie, hoe je je dat moet voorstellen, is dat een depressie vaak de negatieve emoties, die slaan heel erg naar binnen. En uh, de negatieve gedachten, veel mensen hebben gedurende de dag überhaupt negatieve gedachten, maar dat komt en gaat. En bij een depressie eigenlijk, je begint steeds minder te doen, dus je gaat steeds minder activiteiten doen. Dus je hebt ook steeds minder corrigerende ervaringen um, om je af te leiden, als het ware. En wat je vaak ook ziet, is dat mensen zich ook gaan isoleren. Dus dan moet je je voorstellen van: en je bent somber. En je hebt het negatieve gedachten, want die somberheid die versterkt die negatieve gedachten. En door de somberheid en de negatieve gedachten ga je minder dingen doen. En doordat je ook minder dingen gaat doen, heb je ook minder corrigerende ervaringen of minder afleiding. Dus uiteindelijk kom je dus zo ook in een neerwaartse spiraal, waarbij bepaalde thema's van de depressie um, steeds vaker terugkomen. En dat kan dan een beetje een piekerkenmerk zijn. Ah, dus op bepaalde thema's deed het herkoud worden. Dat je bepaalde negatieve gedachten niet weg kan krijgen. Dat is volgens mij ook een van de criteria in onze depressiecheck, toch? Ik denk het wel, ja. Ja, ja. zeker. Dus, zeker. Dus dat vandaar dat het me ook opviel en mocht je denken van het depressiecheck, wat bedoel je daarmee? Uh, jij hebt dus een depressiecheck ontwikkeld, mm -hmm. waarin we dus eigenlijk de, de, de richtlijnen van zorgprofessionals waarin wij dus scharen van hé, hey, dit is een. Milde depressie, mildmatig, matig, ernstig, ernstige depressie. Waarin we dat in een score kunnen uitdrukken en kunnen vertellen van hey, aan de hand van een aantal vragen, in welke categorie je zit. Dus mocht je thuis zitten en somber, je somber voelen, of bijvoorbeeld um, je ongelukkig voelen, of depressief voelen, of vage klachten hebben of mentaal niet lekker in je vel zitten, doe dan vooral de depressiecheck op onze website www.christenage.nl slash Depressiecheck. linkje zullen we hieronder ook plaatsen. En dan kun jij dus meten hoe hoog jouw depressiescore is. En kunnen wij ook eventueel meedenken met jou, wat daarvoor de beste oplossing is om dat aan te pakken. Want dat vond ik ook wel interessant. Een aantal mensen die onze depressiecheck hadden ingevuld, die hadden ons dan gedmd en die zeiden dan van wow, ik had helemaal niet verwacht dat ik een, een milde of matige depressie heb. Nu eindelijk snap ik waarom ik me zo gek voelde de laatste ja. tijd. Dus dat is toch wel heel bijzonder. Het kan er ook voor zorgen dat, dat, dat hetgeen wat jij voelt toch een naam krijgt. Althans, je mag het niet echt een naam voelen, maar dat, dat, je, dat je toch iets meer begrip hebt voor wat er speelt. Ja, ik denk de, de, de kern zit altijd bij bewustwording. Dus inderdaad, als je last hebt van bepaalde klachten of wat vage klachten. En als je een naar gevoel hebt of het gevoel dat, er, dat je een zware last met je meedraagt of een last op je schouders. Um, en wees niet bang om dat te onderzoeken. En wij kunnen daarin natuurlijk altijd meedenken, omdat er dan ook vaak concrete oplossingen zijn um, ja. die, die je kunnen helpen. Dan ik heb je wat meer richting inderdaad van, hé, hey, wat heb jij nodig om je beter te voelen? Ja. En he, bij sombiet is het natuurlijk van, wat heb je nodig om je gelukkiger te voelen? En bij piekeren kan het ook zijn van, hé, hey, wat heb ik nodig om niet meer zo aan te staan? Wat heb ik nodig om niet meer zo in mijn hoofd te zitten? Ja. En om het ook wat breder te trekken. Ja, want wat, wat eventjes, um, we hebben het dus voornamelijk over piekeren gehad. Um, om terug te komen bij de lezersvraag of luisteraarsvraag. Ja. Um, zij wil advies. Hebben ja, we ik... het daarover gehad? Want dan kunnen we misschien daarmee afronden en dan combineren we dat ook met een tip van de week. Lekker ja. dat een goed idee? Dus, dus heel goed, in volgorde. In wat, ja, wat moet je doen als je piekert? Nou, ja, ten eerste, wat denk ik heel belangrijk is, is dat als je piekert. Um, dat je vooral realiseert van hey, piekeren is eigenlijk in die zin dus gedrag. Dus dat is gedrag wat je aangeleerd hebt op een dag, maar wat je ook zeker kan afleren. Dus probeer in ieder geval altijd bewust te zijn van hey, als je lang in een bepaalde gedachtenstroom zit, dat er ergens even een lampje gaat branden van hey, wacht, ik ben aan het piekeren. En uh, de, dus het bewustwording is heel belangrijk. En we hebben het net ook over die controlemechanismen gehad, wat je vaak ook ziet bij. Mensen die piekeren, dat ze het gevoel hebben dat het onbeheersbaar is, dat dat gepieker onbeheersbaar is. Um, en om dat te testen, die onbeheersbaarheid, en ook om je wat uh, tijd en energie te besparen, heb je ook het piekerkwartier. En dus in plaats van dat hè, de luisteraar, laten we zeggen, dat hij van 9 tot 11 uur s avonds uh, elke dag aan het uh, piekeren is, um, dat je tegen je hoofd zegt van, nou, ik geef je een kwartier de tijd om te piekeren. Overdag dan, hè, want overdag moet je eigenlijk je. Uh, ervaringen en emoties uh, verwerken en niet s'nachts. Dat dus je elke dag van drie tot kwart over drie gaat piekeren. En op het moment dat het kwart over drie is en er komen nog piekergedachten aan, denk je van nou, brein, hartstikke leuk verstand. Dank je wel voor je tips, dat je je zorgen maakt. Maar ik spreek je morgen wel weer in het piekerkwartier. dan kan je gewoon een kwartier lang suf piekeren per dag. Maar op de andere momenten van de dag, dan is het dus eigenlijk de kunst om het te leren uitstellen. Dus om je niet helemaal mee te laten sleuren in het drijfzand van je brein en de gepieker. En nou die wasmachine die je maar niet stopt. Maar dat je in die zin dus echt gewoon letterlijk op de start- en op de stopknop drukt. En het uitstelt. Ja. Dus dat is eigenlijk vooral om piekeren te voorkomen. En ook om wat met die, ja, dat, dat controlemechanisme te gaan oefenen: van hé, hey, het is een controlemechanisme dat ik heb. En uh, om daar wat grip op te krijgen. Want dat is vaak wel echt mogelijk als je daar structureel mee oefent. Um, en daarnaast kan het natuurlijk dat op het moment dat je aan het piekeren bent, nou, dat je dan gewoon zegt inderdaad van stop. En dat je misschien in plaats van um, aan niks te denken, want dat lukt vaak niet, um, dat je bewust ergens anders over, dat je het op een andere manier uit je systeem probeert te krijgen. Dus dan kan je denken aan bijvoorbeeld um, dat je dingen van je afschrijft, hè, dat je het op zo'n manier verwerkt. Um, waar je ook aan kan denken is. Uh, in plaats van al die piekergedachten, je voor die ruzie met die vriendin, dat je bijvoorbeeld gaat denken van, hey, uh, ik ga alle hoofdsteden van Europa bedenken, daar ben je ook wel even zoet mee. En als je daar in zo'n ander spoor gaat zitten, dan is het ook heel moeilijk om weer terug in diezelfde piekergedachten te komen. Dus ga jezelf bewust afleiden met andere dingen, zodat je maar niet in die pieker, uh, ja, in dat piekerdrijfstand terechtkomt. komt. Ja. Ah, interessant. Dus dus wat je zegt eigenlijk, je neemt weer de controle terug wanneer jij piekert. Want ja. dat is ook wat je wilt eigenlijk, want dat piekeren kan je niet zomaar uitzetten. Maar jij zegt van, hé, hey, tussen drie en kwart over drie zet ik de wasmachine aan. Mag je lekker draaien en malen wat je wil papier. Maar daarna is het gewoon klaar. En als het opkomt, dan roep je eigenlijk tegen jezelf van, hé, hey, stop. Of, 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 of ja. je, je, je zegt tegen jezelf van, hé, hey, nu is het klaar. Ik, ik merk dat ik pieker. Nu stop je ermee. En dat klinkt heel raar, maar... Gedachten zijn ook kracht in die zin. In de, zeg maar, ons brein is neuroplastisch. Wat inhoud is, is wat je tegen je brein zegt, dat ervaar je ook op een duur. Dus als jij zegt van, stel je voor dat je elke dag tegen jezelf zegt: ik ben, ik ben lelijk. Ik, ik noem maar wat, ik ben lelijk, ik ben lelijk. Als je dat een maand lang doet of een week lang doet, dan zul je vanzelf merken hoe je je voelt daarna. Je kan mm -hmm. het zelf proberen. Als je denkt van hun neuroplasticiteit, ik geloof daar niet in. Probeer het zelf maar. Zeg maar drie keer per dag dat je lelijk bent voor een week. En dan ben ik benieuwd hoe je je voelt na een week. Het ja. zal absoluut niet beter zijn. Dus dat is hetzelfde met dit. Je traint je brein eigenlijk van: hé, hey, als je piekert, van hé, hey, stop. Ik, ik wil dit niet meer. Stop met, met piekeren. Jij ja. krijgt morgen om drie uur weer je, je momentje. Dus dat is wel interessant wat je zegt. Dus inderdaad controle terugpakken. En de ruimte geven wanneer jou dat uitkomt. Zeker, zeker. En in die zin, dus op het moment dat je zelf aan het piekeren bent, dan kan je wat afleiding zoeken. En uh, waar je ook de podcast zo mooi mee begon, ook voor wat mindfulness. Dus inderdaad, je pieker is een controlemechanisme van je hoofd. En ga dan maar trainen, inderdaad, dat je uit je hoofd gaat en in je lichaam gaat. En dat kan inderdaad, um, zoals je zei, met uh, meditatieoefeningen. Je zou ook kunnen denken aan een bodyscan, waarin je je lijf structureel afloopt. Of waarin je gewoon veel meer focus op je zintuigen. Dus echt dat je uit je hoofd gaat en in je lijf. Dus dat ja. zijn um, een mooie startpunten in ieder geval voor. Uh, het piekeren. En mocht je nou echt denken van hey, het is allemaal leuk en aardig, maar mijn piekeren is forser dan, dan waar ik zelf controle op heb of wat ik in mijn eentje uitkom. En dan zou ik vooral adviseren om ja, bijvoorbeeld bij ons een uh, oriëntatiegesprek aan te vragen. Want dan kan ik met je meedenken van hey, zitten er nog wat oorzaken in dat piekeren wat meer aandacht vereist. Is het piekeren een symptoom van iets onderliggends? Ja, precies, precies. En, en inderdaad, zo'n gesprek kun je gewoon gratis inplannen op onze website op www.kussenja.nl slash bellen. En inderdaad, waar we het ook net over hadden, piekeren kan inderdaad ook een symptoom zijn van een psychische klacht, aandoening, of hoe je het ook wil noemen. Dus dan denk jij graag uh, mee met, uh, met de mensen die een afspraak inplannen. Ik denk dat we een, een hele bundel aan tippen, tipjes van de week uh, hebben ja. gedeeld. Dus, uh, dus ik zou zeggen, probeer dat uit deze week, een piekenkwartier, de controle overnemen, eventueel meditatie. En als je er niet uitkomt, weet je ons te vinden en uh, kun je altijd je vragen aan ons stellen, middels zo'n oriëntatiegesprek. Yes. Ik wil jou voor nu bedanken dat je er weer bij was, Aisha. Jij ja, ook, bedankt. En uh, ook als luisteraar wil ik je natuurlijk bedanken voor het luisteren naar onze podcast. Mocht je het een interessante of leuke podcast gevonden hebben, laat dan vooral wat sterretjes achter. Dat helpt onze podcast en dat helpt ook onze missie om Nederland mentaal sterker te maken. En vergeet ook vooral niet te abonneren op ons kanaal. Voor nu wil ik zeggen: tot de volgende week. Tot de volgende week.